Yo mensen van School Games, mijn naam is Jeroen en vandaag gaan wij de vierde aflevering van de 12 minuten opnemen. Ik zit op dit manier even omdat ik iets wil vertellen. We gaan gelijk naar de laatste loop van de serie. Dus dat weten jullie dat het de laatste aflevering is. En laten we snel beginnen. Oké. Dan gaan we naar het diepste einde. Ik ben er nu echt klaar mee. Ik denk echt dat ik hem niet heb. Wait, please. I know why you're... Wait, stop. I have something you need to see. What did you say? I didn't kill my father. What? He had a love child. Bastard. That's your killer. You're expecting me to believe that? I don't care what you believe. The bastard destroyed everything I loved. Destroyed my mother. She called him the monster, and he was... Monster. What? Yes, okay. Oh, it's just... Now. That was the last thing I heard him say. It never occurred to me that it meant... that. Mom. Listen. I know my father was important to you. I miss him too. But I always thought... you weren't there. I wasn't there. But then... I don't know. But it wasn't me. Look. I know why you're doing this. I get it. You couldn't possibly. You can't make us pay for what your daughter's going through. Don't take it out on us. I'm sorry. Really, I am. God. If my daughter knew what I was doing, she wouldn't understand. She'd never forgive me. I'm going now. Wait just a second. Here, take the watch. Mom, let's give him the watch. I'll look for your brother. I'll start with the nanny, go from there. How much do you remember about her? It's been a long time. Do you remember her name? Something flowery. Daphne, Date. You see, something like that. I'll dig into sure. it. I'll let you know when I know more. Look at this. Cute one, see? So, what? The name. Look at the name. Is that the nanny that he had the affair with? Oh, yes. Yes. Dahlia. That's it. Her name was Dahlia. Why are you saying this? No, this is some kind of... Please, God. This is funny to you? She was my mother. Oh, fuck. No. No. Okay, no. Dit is fijn. Okay, yes. Nu hebben we het 12 minuten zoals al uitgespeeld. Ik heb echt me zoveel mijn best gedaan om al die loops in elkaar te krijgen. Maar daar gaat deze spel dus over, om alles informatie te krijgen binnen de loop. En dan vervolgens... Kijk. Okay, yes, nu is het één keer die loop en... Hey, come on, snap out of it. Look, I know this is a lot to drop on you. But I gotta know that we're on the same page concerning these feelings. So consider your answer to this question very carefully. What do you want with my daughter? I can't just stop feeling for her. I love her. I love her with everything in me. I don't care about your feelings. Feel however you feel. Feelings don't matter. What are you going to do? Oui. You. I'll break every bone in your body. Look. It's not on you. Not all on you. I could have been more honest, but fuck, not this. None of us deserve this. But you gotta... We gotta think about her. Not ourselves. Okay. And you know what you gotta say. For her. Think about it. Say something. Say something. Piece of shit. You fucking idiot. You are so naive, so stupid. Ah!
Matthias. Dit moet het einde zijn, toch? Dat is precies de 12 minuten. Oké, we gaan nog één keer een ander einde proberen. Een ander einde moet dit zijn. Je hebt verschillende eindes in dit spel. Dus ik ga dit een keer proberen. Oké. En nu moeten we alleen maar kijken naar de tijd. En dan krijgen we de echte einde. Nu gaan we alleen maar terug in de tijd, zoals je ziet. Okay. There he is. You're back. Look, I know this is a terrible shock, but we need to be on the same page. Okay. These feelings for my daughter, your sister. Look, Hey, it's only by forgetting that we ever really dropped the thread of time and approached the experience of living in the present moment. You read that one, I know the idea of forgetting things sounds crazy, but what if you could? Okay, yes, this is the echte einde. The future, you'll forget everything you went through. All the pain, all the stress, forgotten. Forever. But you need to understand, there is no turning back. You can't undo this. We can talk about her still. You can choose an answer. You don't have to forget if you don't want to. The choice is yours. This is your last chance. All right. I hope you find what you're looking for. Okay. All right. Close your eyes. I want you to think of a flower. Focus. Breathe. Look at its contours, its curves. Now I want you to imagine it. Okay, yes. This end this. Moving backward, returning to its bud. Think of that bud, unopened and fresh and new. Look at it as a whole. Don't just notice the changes. Let go of how you saw this before. Don't let anything override the perception of how you see this today. Just focus. Is het echt een hele vet einde eigenlijk? And silently repeat these phrases. May you be free from suffering. May you be free from fear and anger. Okay, dit is het einde van 12 minutes. Enjoy. Ik heb wel van genoten. Alleen, ik vind het een hele vaak spel. Ik zou dit spel, zo'n spel niet nog eens willen doen, dat ik telkens een loop krijg. En ik wil geen 12 minuten nummer het pillen. Want ik heb dan zo'n gevoel dat ik telkens hetzelfde doe. En ik wil niet telkens hetzelfde doen. Als je het straks doet. Omdat ik telkens 12 minuten terug ga, moet ik weer en dat doen. Om mensen dat telkens te laten herinneren, wat ik aan het doen ben. En vervolgens moet ik het einde zien te halen. Ik vind dat soort spellen eigenlijk toch niet leuk dan dat ik had gewacht. Dus eigenlijk heb ik het een beetje gerust. Maar hey, ik heb het einde voor jullie. En dus aflevering 3, aflevering 4 of zoiets. Ik weet niet meer welke aflevering het precies gaat worden. Maar dat gaan jullie zien. En ik vind het voor één keer een leuk spel. Maar niet, het is niet meer voor de tweede keer. Ik ga dan wel vaker naar een andere kijken. Dus het is een spel dat ik niet eigenlijk had verwacht. Maar hey, ik heb jullie een einde gegeven. Ik heb jullie het idee gegeven wat eigenlijk precies het einde is. En ik denk dat daarmee het wel leuk is
Ja, dat jullie wel een keer iets anders hebben gekregen. Maar ik raad het spel voor mezelf niet meer zo echt aan. Ik vind het niet zo'n hele leuk spel. Ik heb liever een spel dat verder gaat dan normaal gesproken. En dit spel gaat dat niet zo. Dus ja, dat een beetje. En nou zit er nog één ding. Nadat dat ik 12 minuten heb uitgespeeld. Vond je nou een leuke serie? Doe hem dan omhoog. Je rest kan weer niet op mijn YouTube kanaal als je de video leuk vond. Maar zeker kan je de hele afspeellijst zien van 12 minuten. En er is nog één ding en dat is... Doei!